Ommel Kermis zit er weer op. 3 dagen lang was het feest in het kleinste kerkdorp van Asten. Een kermis doen slagen, dat doe je met z'n allen. Ja, Vlieshout, na 3 dagen kermis heen de wallen om de oren. Ik heb zeker de wallen hier een beetje hangen. We hebben 3 dagen ontzettend veel plezier gehad hier op een mooi volplein. Gelukkig weer bij IJsboot. Zijn naam moet nog bekend gaan worden, maar wel heel fijn weer gewoon hier in ons eigen café. Maar we moeten wel iets voor doen, hè? Om de kermis en Ommel draaiende te houden. Ja, het is aan de mensen zelf hier of ze wel of niet naar de kermis toe willen komen. En gelukkig komen er heel veel mensen hier naar de kermis toe. Met name ook de supporters. Meer supporters dan andere jaren. We zitten over 125 mensen in Ommel die de supporterskaren willen een bijdrage willen leveren. Financieel, maar met name ook door dat te zijn. En dat is het allerbelangrijkste hier in Ommel. Als je bent supporter, dan moet er ook zijn. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Je moet het wel komen supporten. En dat doen ze massaal. Dus 3 dagen heel veel plezier gehad hier. We begonnen met de opening, ballonnenwedstrijd. En daarna, wat was het daarna? We hebben geopend en met de ballonnen waren gezet. We hebben groots uitgepakt met de kanon waar levende mensen uitgeschoten werden. En we hebben zaterdag een gezellige avond gehad. Zondag begonnen om 1 uur met de brunch. Dan worden onze supporters uitgenodigd om lekker te komen brunchen. Ja, dat hebben ze ook massaal gedaan. En dan staat er om rond de klok van 1, 2 uur staan een mannetje of 80 op het terras. En dan gaan we een hele gezellige, leuke middag in mee. En gistermiddag stond vol. Iedere dag een nieuw t-shirt? Ja, op maandag met het matineer zorgen wij natuurlijk als comité dat er shirtjes zijn. De matinee shirts. Dat verbroedert. Dan wordt het nog leuker van om samen die kermis te vieren. En zorgt ervoor dat iedereen zijn eigen samenvoelt. Ik zie wel een andere kleur, dat is ook de bedoeling. Ja, we doen ieder jaar proberen we iets anders spectaculairs. En dit jaar werd het paars en wit. Ja, volgend jaar, ik nodig uit Harry om te komen kijken wat we dan weer worden. Het is hier druk, rond is een tijd al. Matinee, dat werkt. Ja, het heet matinee. Vroeger betekende ook echt dat we om 10:30 aan de gang gingen. En nu kiezen we toch even voor om op de derde dag even uit te slapen. Dus we beginnen om 12 uur. En om 12 uur dan gaat met name de jeugd los en dan een leuk bandje. Dus, attracties, tevreden? Het geluid is, we hebben net een ronde gemaakt, de exploitanten toch wel tevreden zijn, het fijn vinden. Ze zijn eigenlijk ook gewaardeerd voelen, net met een flesje wijn en een kleine bijdrage die we met de supporters doen. We voelen eigenlijk gewaardeerd en ze weten ook, Ommel is geen Tilburg. Als je kijkt naar het plein, naar de hoe dicht ze bij elkaar staan. Qua kermisdichtheid komen we wel in de buurt van Tilburg. Maar het is hard halen hier. Maar ze willen toch graag terugkomen. Dat betekent toch dat we het goed doen. Johan Wijnen, Café Zaal IJsboos, die moest blijven. Nou, heel veel mensen zijn mening moest dat blijven. Als je dan inderdaad in het dorp hoeft na 3 maanden gesloten te zijn. Ik kom hier al 20 jaar, ik kom eigenlijk niet uit Ommel. Dan gaat je aan het hart om mensen te horen van waar moeten we heen? Er is niks meer, er is geen verenigingsleven meer. Veel gehoord van nou spreek ik Beppie niet meer of Klaasje niet meer. Dus behoefte en daar zijn we ingesprongen. Wat houdt in? Inspringen? Dat houdt in dat wij met een aantal mensen besloten hebben om te zorgen dat het café open gaat. Dat was absoluut onze prioriteit. Om het verenigingsleven weer op gang te krijgen. Manfred en Marley die hebben dat op zich genomen. Ik en andere vervolgden, wij gaan dat ondersteunen in de zin in de praktijk. Wij gaan achter de bar staan. Zorgen dat de café open is. En dat de mensen weer een natje en droogje kunnen krijgen. De café is niet alleen op met de kermis, hè? Nee, wij gaan vanaf aanstaande donderdag gaan we weer open. Dat zal voornamelijk zijn in de wintermaanden donderdag en vrijdagavond, zaterdag overdag en zondag. We gaan eerst kijken hoe dat gaat, zeg maar. We willen klein beginnen en vervolgens kijken of dat eventueel nog wel uit te breiden is naar andere dagen. Wat gaat er veranderen? Krijg je een ander café? Ja, wij gaan over 2 weken gaan wij een officiële opening hebben. En dan gaan we ook de naam bekendmaken. We hebben ruim 130 namen van dorpsbewoners doorgekregen op onze site. Waarvoor dank allemaal. En daar hebben wij een leuke naam uit gevonden. De signing op het pand moet nog plaatsvinden. En die gaan wij dan, daar hebben we iets voor bedacht om dat op een leuke manier te gaan presenteren.
Dus bij deze wil ik ook al iedereen uitnodigen om op 7 september hier te zijn, 's avonds. Mensen hebben natuurlijk al gereageerd, hè, afgelopen 3 dagen. Ja, ik moet zeggen dat wij, de kermis was ook echt van onze vierdoop. Nou goed, ik in het horecavak daar zit ik al 25 jaar in, dus voor mij is dat niet nieuw. Maar goed, we hebben iets neergezet. Vervolgens ja, dan is het afwachten hoe dat gaat. We hebben heel veel hulp gekregen van de vorige uitbater, van Guus. En ook van het kermiscomité. We hebben de blauwdruk hebben we eigenlijk gewoon een beetje verfijnd. En nou goed, we hebben iets moois neergezet. En ja, het enthousiasme van de mensen is nu al gigantisch. Bezoekersaantallen zijn goed en het voelt heel goed. Andere woorden, Ommel is gered. Dat moet altijd. Zonder café is geen dorp. Hè? Nee, dat klopt. Alleen, ik wil vooral de kermis niet zaligmakend maken. Maar we hebben al veel van verenigingsleven gehoord dat ze die al aan het zoeken waren naar iets anders. Dat ze op de weg terug zijn of al terugkomen. Nou, dat is al fijn om te horen, want uiteindelijk moet het door de gemeenschap gedragen worden. Wij kunnen wel van alles willen, maar het gaat, ja, de mensen moeten komen. En we gaan in ieder geval organiseren en kijken hoe daarop gereageerd wordt. Maar laat ook vooral het uit Ommel zelf komen.